Legend Painter. We've lost the satellite. Yo mensen, de Paint hier en vandaag een nieuwe video. Black Ops 3 gameplay in de plaats van Advanced Warfare, want natuurlijk is de beta uit en zo. Het komt een beetje laat allemaal, maar dat maakt niet echt heel veel uit. Want het is nog steeds Black Ops 3 gameplay. Als je al het andere al gezien hebt, wat waarschijnlijk iets van 1000 uur ongeveer is, dan kan je dit altijd nog kijken. En ja, ik heb hier gewoon een normaal spelletje Black Ops 3. Ben ik aan het doen. Voor mij is het kill confirmed. Ja, het is kill confirmed. En zoals je ziet, het zijn een beetje tussen soort van Advanced Warfare. Daarom denk ik dat ik het niet ga kopen. Omdat. Ja, nou, ik weet het nog. Eigenlijk weet ik het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Gewoon nog nadenken. Misschien gaan kopen, misschien niet. Ligt eraan of andere mensen het gaan kopen. Maar het is dus een Advanced Warfare, alleen dan beter. Gewoon eigenlijk best wel veel beter. En kijk, zoals je, dit is nog de beta versie, dus er komt waarschijnlijk wel verandering in het normale spel. Want het is natuurlijk een beta, ja. In een beta zijn er altijd nog andere dingen die ze nog niet hebben. Die in de echte versie wel zijn, dus misschien ga ik het wel kopen, maar dat terzijde. Die zit allemaal. Het is gewoon een map. Het is voor mij EVAC. Heet deze map. Ik heb de specialist vision. Weet het? Ja, ik ben het vergeten. Maar in ieder geval de specialist ability vision pulse. En daarmee is het een soort van threat detection voor eventjes. Wat je bij Advanced Warfare natuurlijk heel lang hebt. Het is gewoon wall hacks. Het is gewoon threat detection. En dit is gewoon, zeg maar, voor eventjes zicht hebben over de map. UAV inbound. Nou, niet over helemaal voor een deel van de map. Maar het zorgt er dus voor dat je threat detection hebt. Dat is echt heel handig, want als je dan of zo weet, er zitten heel veel mensen achter dit muurtje. Dan doe je gewoon eventjes dat aan en dan zie je gewoon waar iedereen is en dan kun je gewoon pre-aimen en huppakee, allemaal dood. En deze gast op de sniper, de Locus. En dat is zeg maar de nieuwe one-shot sniper in Black Ops. Prachtige spray. Maar die one-shot sniper vind ik zelf heel slecht. Maar ja, sommige mensen kunnen er blijkbaar wel mee omgaan. Deze gast die je net zag, dat ene rare geluid wat je hoorde, dat is de Reaper van Scythe. Uit mijn hoofd. En dat is een minigun. UAV. Dat is een minigun. En die minigun is pittig goed. Laat ik dat voorop stellen. Die minigun is echt overpowered. Echt, sommige mensen kunnen er zo goed mee omgaan met het ding. Echt, je schiet er aan iedereen neer. Terwijl ze, dit is een minigun. Dat ding heb voor mij echt heel veel recoil. Ik heb er zelf nog nooit mee gespeeld, want ik was niet hoog genoeg level ervoor. Maar dat ding lijkt me echt overpowered. Want, ja, het is een minigun. Wat wil je nog meer? Het is een fucking minigun. Een fucking minigun. Gewoon OP. Wat je in Ghost en Advanced Warfare had je niet eens een minigun. In Ghost had je dan wel een minigun, maar die was echt een scheid. Dit ding is echt overpowered. En je kan hem gewoon twee keer per match gebruiken. Terwijl je bij Ghost een hele killstreak ervoor moest hebben. Of killstreak, ja, killstreak. Juggernaut, volgens mij. En er zijn natuurlijk ook, over Juggernaut gesproken, zijn ook veel nieuwe scorestreaks in Black Ops 3. Zoals de UAV is gewoon teruggekomen, Hellstorm is al teruggekomen. Maar er zijn nu ook de raps, die wil ik zelf echt een keer halen in de gameplay van Black Ops 3. Die ik waarschijnlijk nog wel ga doen op mijn kanaal. En de raps is een soort van robotje. Het zijn een paar robotjes die gewoon over de map lopen. En terwijl ze over de map lopen, dus maken ze gewoon mensen dood. Gewoon mensen die ze tegenkomen zijn gewoon gegarandeerd dood. Want ja, het is een raps. Wat wil je nog meer? En dan lijkt het echt op een raps. Op een rasp. Bedoel ik. Rasp. Maar dus, die lijkt me best wel goed. Er is ook een V-set, dat nu de Hater heet. Dat heb je waarschijnlijk al gehoord van LEA. En die kan nog steeds niet uitspreken. Want de Hater is niet de V-set. Het is een soort van
killstreak waardoor je iedereen kan zien op de map. Gewoon iedereen wordt gewoon van een pijltje. En dan kan je gewoon zien waar ze lopen, wat ze doen. Dit is een soort van overpowered UAV. En ook zijn er nieuwe lethals en tacticals. Alleen de meeste zijn gewoon standaard. Lethals en tacticals zijn gewoon teruggekomen, zoals frags en tags. Dat soort dingen. En er zijn ook nieuwe dingen, zoals... Eigenlijk geen idee wat er nu zijn. Ik heb niet goed nagekeken. En er zijn ook veel nieuwe perks, zoals Sixth Sense. Wat je waarschijnlijk al vaak hebt gezien op mijn minimap. Dat... Wauw, ik val naar beneden. Maar je ziet soms dat ik op een minimap een soort van vakje zie. Aan een van de kanten van het beeld zie ik een soort van vakje. En dat laat zien dan op een bepaalde range. Kun je dan zien waar de mensen zitten. Voor, achter, links of rechts. En dat is heel handig. Vooral omdat je dan zeg maar goed kan. Als je dan aan het campen bent. Wat ik zelf niet zo vaak doe, maar alsnog. En je zit in een kamertje, dan zie je al van tevoren waar iemand vandaan gaat komen. Dus ik vind het zelf een best wel handige perk. Niet alleen voor campen, maar ook gewoon voor gewoon normale games. Want je rust ook gewoon, als er iemand in je rug komt, kan je hem ook gewoon, als hij dichtbij is, kan je hem ook zien. Ben je meestal toch dood. Alleen, soms heb je het geluk dat je dan niet dood bent. En dat is gewoon heel erg handig. Er zijn volgens mij nog wat nieuwe perks. Maar, oh ja, eentje daarvan is Tracker. Tracker is een soort van perk. Waarbij je zeg maar de voetafdrukken op de grond kan zien. Dus als iemand daar net op gelopen, dan zie je zeg maar waar die heeft gelopen. En dat is heel handig, want als je iemand langs ziet lopen en je hebt het gezien, dan en je kijkt er naar terug, dan zie je voetstappen op de grond. Die dat je dus niet meer weet waar die eigenlijk is, alleen dan zie je de voetstappen, dan kun je voetstappen volgen. Ja. En voor de rest zijn er standaard perks teruggekomen, zoals Flag Jacket, Blind Eye, Ghost, Basic Restore, wat je in Advanced Warfare hebt gezien, dat ook hetzelfde effect. Als Blast Suppressor van Advanced Warfare. En dat vind ik zelf erg fijn. Want het is gewoon chill dat je enemies je niet kunnen zien als je boost jumpt. Wat eigenlijk niet boost jump is in Black Ops. Maar eigenlijk een soort van thrust jump. Ja, het is een soort van halve boost jump wat je in Advanced Warfare hebt heel snel. En over het first jumpen is in Black Ops vind ik veel beter gemaakt dan in Advanced Warfare. Want in Advanced Warfare heb je zeg maar dat je heel snel beweegt en zo. Dat je moeilijk raak nog kan schieten als de ander een beetje snelle reacties hebt. En daardoor snel omhoog weet te springen. En dan ben jij gewoon dood. Want hij kan gewoon nog je goed raken in tegenstelling tot in CSGO. Waar je echt gewoon niet kan raak schieten als je in de lucht springt. Wat in Black Ops 3 wel kan. Eigenlijk alles wat niet kan in CSGO kan wel in Black Ops. Want ik bedoel, thrust jump kan niet in CSGO. Gewoon raak schieten als je rent kan niet in CSGO. Ja, je kan wel raak schieten in één kogel, maar dan ben je zelf ook dood. En in Black Ops 3 kan je gewoon runnen gun. Daar is het spel ook eigenlijk voor gemaakt, denk ik. Maar daarom is het ook eigenlijk leuk. Vind ik ook. Want het is gewoon grappig om te runnen gunnen. En een hoge killstreaks halen. Ja, de enemy een beetje ownen. Dat ik hier of niet doe. Ik ben meer een beetje aan het rondlopen en aan het falen, maar dat is ook gewoon goed. Maar Black Ops 3 ziet er gewoon leuk uit in alle opzichten. Ik vind dat Black Ops 3 gewoon goed gemaakt is. Al is het heel veel, wordt heel veel gezegd dat Black Ops 3 echt een vlaagspel is. Heel veel mensen zeggen dat. Alleen, ik vind het zelf wel leuk. Ja, dat is het gewoon. Ik vind het gewoon leuk.
om te spelen. Ik vind het niet leuk omdat ik ja zo'n cold fanboy ben, maar ik vind het gewoon leuk om ja gewoon kills te maken zonder dat het wat uitmaakt. Zo'n dood te maken zonder dat het echt uitmaakt. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ja, ranked play vind ik ook leuk, maar dan moet ik echt even langer dan 7 dagen tenminste goed kunnen spelen. Want ja, anders zijn die benen niet ingekomen. Dan ben aan de wapens en zo. Want de wapens zijn ook best wel anders. Dus zoals de Manowar. Ja, er is geen één wapen dat lijkt op de Manowar. Ja, de Arc 7. De AK-47 lijkt op de Arc 7. De AK-12. Nee, AK-47. Dat was het volgende. De AK-47 lijkt heel erg op de Arc. Voor mij is het ook gewoon een remake van de AK. Maar dat weet ik niet zeker. Maar voor de rest, het ziet er echt wel leuk uit. Ook met die specialists. Gewoon, gewoon leuk. Deze specialist die ik nu aan heb is met de combat focus en een van de overpowered handpistooltje. Nou, combat focus is gewoon dat je punten meer waard worden. Dus als je zo 1 kill hebt, dan is het dan 2 kills. Heb je 5 kills, dan is het dan 10 kills. Dus dan gaat het veel sneller. Om je killstreak te halen. Zoals nu heb ik combat focus aanstaan. Je ziet al met 1 kill ben ik op de helft van alle killstreaks. Ja, ik vind dat zelf wel grappig. Want je kan heel veel killstreaks halen. Zoals een hele hoge killstreak. Zoals de Mothership. Hou je nog veel eerder. Omdat, ja, hoe meer je doet, zeg maar. Hoe meer je... Weet je, lastig om uit te leggen, maar... Hoe hoger de killstreak is, hoe makkelijker het is om het te halen. En nu heb ik ook een Rolling Thunder en een Hellstorm missaal. Hellstorm is gewoon hetzelfde als een Hellstorm. Een Rolling Thunder en een Thunder. En ik vind het wel jammer dat ze niet zo'n reload dingen hebben gemaakt. Dat ze gekomen zijn en leven dat ze reload in beeld hebben. Vind ik zelf wel jammer. Geen kills met mijn Rolling Thunder. Hellstorm on my target. Is Hellstorm-missaal nu. Daar heb ik wel kills mee. Ja, daar heb ik wel kills mee. En nu heb ik een UAV. Ik kan hem makkelijk aan inzetten. Ik heb er een pinkje van. En ja, dan wil ik hem een beetje naar ons springen. Er zit iemand hieronder. Dat zie je nu niet. Voor mij ga ik nu dood. Ja, wat is dat? Ik campen daar. Want iedereen campt in deze map. Dit is echt, hoe heet die ook alweer? Stronghold, volgens mij of zo, ik weet niet. Maar deze map is die ooit speelt, echt een cat map. Echt allemaal headglitch spots. 1000 of zo. Denk ik. Ik zal even tellen hoeveel campers er zijn in totaal. Voor mij echt een 20 game. Nou, er zijn maar 5 campers, maar 20 keer word ik door campers doodgemaakt. Want dit is echt een net voor campers. Het is gewoon gemaakt voor campers. Kijk, dat het glitchpot. Daar het glitchpot waar ik net op richtte. Daar zo achter het glitchpot. Hier achter het glitchpot. Hier zo campspot. Gewoon overal in deze map zijn gewoon campspots. Wat je in Advanced Warfare vond ook veel minder had. Hier op dit plekje zijn er niet zoveel campspots. Maar kijk, nu kom ik weer bij de campspots. Waar werd ik hier zelfs gekild door een camper. Ik sta even stil. Ik camp zelf echt bijna nooit, want ik vind het gewoon niet leuk om te doen. Gewoon andere mensen. Ja. Kijk, daar zijn ook 2 campers. Daar zo achter kun je ook campen. Deze man weet echt niet waar hij mee bezig is. Maar... Combat focus nu. Komt nu ook aan. Ik heb nu een Hellstorm missaal en dan zo. UAV inbound. Een killetje. Nu ga ik voor mij dood. Uit mijn hoofd. Yep. Ik wist het. Maar, zet ik even mijn Rolling Thunder in. Voor mij heb ik weer geen kills met mijn Rolling Thunder. Ik kan het kills even uitzetten. Oké. Okay. Ik ga wel lekker. In deze keer mee. Heel veel kills. Makkelijke easy kills. Van niet zoveel mensen hier. Heel goed waren deze match. Hier Hellstorm missaal, huppakee. 2 kills.
Dat bedoel ik, Hellstones zijn gewoon beter dan Rollick Thunders en Rollick Thunders zijn duurder. Alleen in Domination zijn Rollick Thunders beter. En dat wat je net zag, dat blauwe, dat was een glitch. Dat is ook een specialist. En dat doet zeg maar dat je 2 seconden achteruit in de tijd kan. Dat je zo je trickshot en je doet glitch en dan ben je weer op dat... Weet je, dus of zo, je valt van een cliff af en je doet glitch en dan ben je weer op de cliff. Maar het potje is afgelopen, ik ging 20-9, dat is een pittig goede uitslag, vind ik. Een retail van boven de 2. En ik had aardig wat killstreaks. En ik denk dat het een beetje een langdradige video was, voor de mensen die het helemaal af hebben gekeken, echt top. Echt support, keer 100. Maar leuk dat jullie gekeken hebben en tot de volgende keer.